Edwards. Mesut. Fortes, kan hij erbij? Dat is de vraag. Goed mee verdedigd. Kort genomen, snel genomen. Edwards, niemand staat op hem te letten. En dan wordt het meteen gevaarlijk. Edwards. Met een afzwaaier. Daar de geschorste man. Links van hem Simon Kelder. Oud-Barendrecht voorzitter. En natuurlijk al sinds jaar en dag Excelsior man. Fortes van afstand. Want niet alleen Burnett vanaf de linkerkant, maar ook de rechtervleugelverdediger. Fortes mag mee naar voren. Seuntjens. Mesut. Prima laten lopen. Loopt er eigenlijk min of meer onderdoor. Omarsson weg. Zal het zelf moeten proberen te regelen. En komt er een hele eind. Omarsson. Komt nog een keer. Omarsson. Wat een geweldige goal van Omarsson, de IJslander. Die dit seizoen nieuw is bij Excelsior. Zet in de 20e minuut de thuisploeg volkomen verdiend op een 1-0 voorsprong. De ruimte die er even ligt voor Excelsior. Want dit is voor het eerst eigenlijk een moment met veel VVV'ers op de Excelsior-helft. Omarsson weg. Omringd toch echt door een aantal tegenstanders. Hij speelt slim voor des uit. Hij kapt nog een keer en prikt die bal in de verre hoek. En een van de minst gepasseerde doelverdedigers in de Eredivisie krijgt er vanavond hier in Rotterdam één om zijn oren. Post. We zijn terug bij Rutten. En opnieuw Post. Die zich er doorheen worstelt. En zo kan er worden uitverdedigd. Wie is de ene bij de bal? Dat is Reusler. Dat is een knappe bal. Dat kan leiden tot de eerste grote kans voor VVV. Dat gebeurt niet, maar het leidt wel tot een hoekschop. Voor het eerst dat Excelsior in de problemen komt. En de hoekschop komt van Susic. Susic. Nog maar een keer een hoge bal die. Susic voor langs. En daar komt Excelsior voor de tweede keer goed weg. Ik denk dat Matthij de man is die bal ongebruikelijk wegwerkt. Of is het Bruins? Dat zou ook kunnen. Maar het zijn twee lastige momenten voor het doel van Stevens. Rutten. Susic. Daar draait hij zich knap uit. Grot, je verwacht een keer een schot. Hier is het. Het raakt de paal buiten bereik van Stevens. Dat is dus het gevaar dat VVV kan veroorzaken. De hele VVV-dugout nou overeind. Wil een strafschop. Perez wil er niet aan. Dit de actie van Grot. En dan hier. Nee, daar lijkt me niets aan de hand. Lappa is erbij gaan zitten. Ik denk dat Patrick Joosten de meest voor de hand liggende vervanger is. Kom over van Utrecht. Hier Lappa die verkeerd landt. Daar een blessure aan overhoudt. En eraf moet. Lastig te controleren. Toch lukt het op Poku. Dit is een knappe bal, daar is de gelijkmaker. Nee, wat een reflex van Stevens tot twee maal toe. Tot drie maal toe ligt er ook nog een speler in de weg. Eerst de invaller, Joosten. Die dacht binnen een minuut nadat hij op het veld staat te kunnen scoren. Die stuit op deze keeper. Dit op Poku. Joosten, de doelman. Joosten nog een keer. En dan Grot. Rutten. Weer ver. Wordt flink geduwd. Koolwijk werd weggezet. Ja, dit is Hens, maar geen opzet van Matthijs. Susic. Op al die hoge ballen valt weinig af te dingen.
deze valt ertussenin. Promes kan er niet bij. En Susic heeft het moeilijk met inschieten. Dit de eerste bal voorlangs. Met de halve missen van Promes. Die stond klaar om in te schieten. Maar vlak voor zijn neus haalt een medespeler die bal weg. Opoku. Slimme opening. Daar komt de hoge bal. Ja hoor, Rutte. Susic. Volgende bal voorlangs. En dit is een kopkans voor Grot. Geen makkelijke, toegegeven, maar toch. Knap voorgekregen. Over Martij heen. Rutten. Opoku. Maar het wordt moeilijk nu voor Excelsior. Je ziet het lastiger worden. Susic. Waar blijft de hoge bal? En Edwards. Terwijl de twee frontaal op elkaar zijn gebotst, die zijn beide blijven liggen. Edwards inmiddels de bal te ver voor zich uitspeelt. En dat geeft Perez de gelegenheid om de verzorgers het veld in te laten komen. Kolwijk. De een. Is Jansen de ander? Daar lijkt het wel op. Ja, daar stond geen verkeerslicht. En iets verderop zit er nog één. Dat is Burnett. Maar wat die nou mankeert. Sterker nog, die moet eraf. Dat gebeurt buiten, ver buiten de plek van de botsing. En dat betekent dat Excelsior na een dik uur voetbal zijn linkervleugelverdediger kwijt is. Jij bij de paal. Standaard situatie. Ik pak gewoon mee. Promes. Hoenerstal. Oh, Hoenerstal. Oh, dat gaat maar net goed. Ja, dat kun je niet veroorloven tegen jongens als Omarsson. Het zal niet de eerste doelman zijn, ook weer dit seizoen, die op deze manier de mist in gaat. Hij mazzelt. Promes van de bal. Ja. En dan nu de wissel. En af Edwards. En dat is vast. 20 minuten voor tijd. Zoals gezegd, zijn eerste goal voor Excelsior op 12 maart 2004 tegen Emmen. Zijn laatste goal voor hetzelfde Excelsior 22 oktober 2004. Opvallend genoeg ook tegen Emmen. En nu, jaren later, terug in Nederland. Doei. Omarsson. En de bal, hè? Fortes. Bruins. Omarsson. Geplaatste bal. Daar lijkt Oenerstal op te hebben gerekend. Het idee was goed van Mesut. Maar de uitvoering geen probleem voor de VVV-doelman. Hens van Susic houdt in. Dacht dat hij een vrij trap tegen kreeg. Dat creëert ruimte voor Excelsior. Nog een keer de actie van Omarsson. En de inzet van Mesut. Rutten. Rutten opnieuw. Grot. Joost bemoeit zich ermee. Vanaf dan Susic. Schiet tegen Martij aan. Aanval loopt door. Opnieuw Susic. Twee geblesseerden. De bal uit. Dat kost tijd. En dat is in het voordeel van Excelsior. Oh, dit is echt een kaart hoor. Ik heb bekeken. Voor wat? En jij gaat eraf met rood. Ja. Serieus, man? Ja, dat is serieus. Hij raakt zijn tegenstander vol op de binnenkant van de knie. En klaar helpt niet. Mesut krijgt 5 minuten voor tijd. Rood.
de strijd tegen de hoge ballen. Moet Excelsior nog 5 minuten zien door te komen, plus wat extra tijd. Met een man minder. Ongelooflijk! Nog een keer de actie van Messaoud. Ja, dat is natuurlijk rood. En met die van vanavond erbij zelfs 11. Maar het kan altijd. Ook nu nog. Hoekschop, VVV. Daar komt Oenerstal weer aan. Geblesseerden herstellen meestal wonderbaarlijk snel. Kijk naar Martijn. Rutte pikt op. Dat is de achterste VVV'er op dit moment. Rutte. Ja, Oenerstal kan rustig voorin blijven, want Excelsior komt niet aan de bal. En nu moet er wel, denk ik, iemand te komen. Nee hoor, er ligt er weer een, maar ook dat is van tijdelijke aard. Het is behoorlijk chaotisch. Overtreding El Andoui. Pijn bij VVV, maar eigenlijk is daarvoor geen tijd. Nog wel een... Oh, het is excuus. Martijn die de overtreding maakt en die de kaart krijgt. Was inderdaad eerder bij de bal dan El Andoui. Grot en Stevens. Post. Voorzichtig gefluit, want het eindsignaal blijft uit. Fortes, en daar is het eindsignaal, daar is de opluchting. Daar is de eerste thuiszege van Excelsior van dit seizoen. Daar is de eerste uitnederlaag van VVV dit seizoen. Nee, de ploeg kwam niet met 2 goals verschil voor Excelsior. Het werd er slechts 1 via hem, via Omarsson. Maar die ene blijkt in dit geval wel voldoende voor 3 punten.